Vanuit het westen zien we bewolking naderbij komen, en die bewolking hoort bij een storing: die gaat vanavond vannacht en morgenochtend overtrekken en brengt in onze omgeving niet alleen bewolking, maar ook regen. Een groot deel van het land zit nu nog met zonneschijn. Maar de bewolking begint van het westen uit langzaam op te dringen. En dat proces gaat in de avond en nacht verder. Vanavond raakt het dus op de meeste plaatsen bewolkt. De neerslag dient zich in de loop van de avond langs de westkust aan. Maar voordat die neerslag het land intrekt... kan het in het noordoosten nog afkoelen tot net onder het vriespunt. De temperatuur loopt daar in de loop van de nacht geleidelijk wel wat op. Zeker als het uiteindelijk echt gaat regenen. Voordat de regen valt kan er in het oosten nog wat natte sneeuw bij zitten. Maar daarna wordt het zachter en het gaat ook steeds. Even waaien, vooral langs de kust. Een harde wind, windkracht 7 uit een zuidelijke richting. Morgenochtend ook veel wind, periode met regen. Maar die neerslag trekt langzaamaan weg naar het oosten. En dan wordt het geleidelijk aan droger. Misschien dat er later op de dag zelfs een opklaring in zit voor het westen van het land. maximaal tussen 4 en 8 graden. Dan de dagen die volgen, die verlopen heel anders, want het is rustig, de wind houdt zich kalm, het is droog met geregeld zon erbij. En zondag, maandag en dinsdag hebben we maximumtemperaturen van 5 tot 8 graden. In de nacht kan het hier en daar wel afkoelen tot bij het vriespunt. En dat heeft met dat heldere weer te maken. Maar de temperatuur blijft in het algemeen aan de hoge kant de komende dagen. En heeft geleidelijk aan zelfs de neiging om nog wat op te lopen. Zeker na het midden van de volgende week. Mogelijk gaan we zelfs naar 10 graden of iets meer. En de nachten zijn zeker niet koud. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.